vrijdag wordt de Miss Universe Netherlands gekozen. En zij gaat ons vertegenwoordigen in Mexico. En het wordt dit jaar een bijzondere editie, want de dames mogen ouder dan 28 zijn en moeder. Universe Netherlands is de verkiezing waarbij het draait voor Miss Universe. Dus onze winnares die gaat naar Miss Universe, dit jaar in Mexico. We hebben sinds dit jaar dus de licentie voor Miss Universe. Dus er is eigenlijk een hele nieuwe misverkiezing die Miss Universe Netherlands heet. Dus de eerste dit jaar. Sinds dit jaar mogen er ook vrouwen van boven de 28 meedoen en met gezin. Waarom is dat nu? De wereld verandert. Vroeger was het zo dat als jij getrouwd was, dan was je een missus en geen mis meer. En men zag ook wel, als je getrouwd was, dan ging je kinderen krijgen, et cetera. Dus mensen vonden dat eigenlijk, van oudsher moest je dan eigenlijk moeder zijn en had je geen tijd meer voor een carrière en een mis. Heel ouderwets. Ja, heel ouderwets. En men heeft dus nu gedacht van, waarom doen we dat eigenlijk nog? Want tegenwoordig kan je gewoon prima met kinderen, ikzelf ook, een carrière hebben. Er zijn heel veel vrouwen, ook bij onze groep. We hebben 4 moeders, we hebben er ook 5 boven de 28. Dus er zijn ook heel veel vrouwen die dit gewoon heel graag nog steeds willen. Ja, veel animo voor eigenlijk. Ja, en er zijn ook zelfs landen, daar doen vrouwen van 70 en 60 mee. Dus ik zeg, mag gewoon. Ja, ik zeg, kom maar op hoor, volgend jaar. Dus ik ben gewoon benieuwd. Ja, weet je, een vrouw is een vrouw. En het maakt niet uit in welke fase van je leven je zit. Als je zelfverzekerd genoeg voelt om op dat podium te staan, dan kan je lekker meedoen. We hebben net de bikini-ronde gezien en je zag er gewoon super goed uit in bikini. Je hebt ook een kind gekregen. Hoe kom je dan weer back in shape? Ja, ik wil wel realistisch zijn. Hoe ik ben gebouwd is gewoon slank, dus daar moet je wel een beetje geluk mee hebben. Ik zou bijvoorbeeld wat meer rondingen willen, dus daarvoor ga ik dan naar de sportschool. En verder, gewoon lekker gezond eten en af en toe sporten, maar niet te gek hoor. Nee. Dat is eigenlijk een beetje goede genen. Als ik naar mezelf kijk, dan denk ik... Nee, dat gaat mij niet lukken. Je moet volgend jaar gewoon meedoen. Sowieso. May the energy, the body language. Go, girl. You have it. Face expression. Express yourself. Go, met the energy. Met the energy and the power. Hoe lang doe je dit al? 25 jaar. Oké, dus je hebt genoeg ervaring. Ja, genoeg. Ja. En ook de ogen. Ja. Ja, is dat een ding? En de kennis van de beauty pageant. Ja. En jij loopt zelf ook op van die enorme hakken. Hoe doe je dat, joh? Het gaat automatisch. Ja? Ik heb het iets in mij dat... Ik ga je eerlijk iets vertellen. Toen was ik 5 jaar... Mijn moeder heeft de hoogste hakken, zwaarte hakken, in de kast. En toen zie ik die kwaliteit, ik wil die hebben. Ja, ik vroeg me af, misschien kun je mij ook een klein lesje geven. Natuurlijk kan je een lesje geven. Ja? Wil je ook dat ik jou... Wil je dat ik jou ook een haken? Welke maat heb je? Want ik kan je bij de dames eentje hebben en dan kan ik het aandoen, als je dat wil. Ik vind het heel eng. De basis. Ja. Oké, iets meer naar je buikbenen. Hier, zo, ja. En de stralen. Kunnen we op de camera kunnen zien. Hè? Dus rechtlijn. Hè? Ja. Daar gaan we samen. 1, 2, ga je vasthouden. Oké, is goed. 1, 2, 3, go. Ja. Zo. Ja. Je mag alleen hoor. Ja? Je mag alleen. Oké, komt-ie. 1, 2, 3, go. Ja, het is heel leuk. Ik heb echt al 2 hele goede vriendinnen gemaakt. Ik word uitgedaagd, echt wel. En het is ook zeker pittig als moeder om dit te doen. Ja, hoezo dan? Nou ja, jij moet natuurlijk ook wel thuis een beetje aanwezig zijn en het goed kunnen combineren. Maar met echt wel goede ondersteunende familie en vrienden lukt het wel goed. Ja. Kun je eens vertellen wat voor gezinnetje heb je? Ik heb een vriend. Ik hoop binnenkort een keer man, maar dat zien we nog wel. En ik heb een kindje van 1 jaar, Nanji. Ja. Dus hij is waarschijnlijk hartstikke trots op jou. Ja, hij kan het nog niet zeggen, maar misschien hopelijk later. Dat hij er terug ziet en dat hij denkt, ze heeft toch wel meegedaan.